Jeroen Krabberdam, vanmiddag door Lekker Bezig een rugby clinic geregeld. Wat is het leuke van rugby nou eigenlijk? Nou, dat het een stoere sport is. En dat het voor grote, kleine, dunne, dikke, jonge, oude jongens, meisjes, alle soorten kinderen is. Qua beleving, waarin verschilt het nou met de traditionele voetbal, handbal, hockey en cricket sport? Dat het contactsport is. Dat het nog wel een sport is met heel veel kernwaarden, respect voor de tegenstander en de scheidsrechter. Hele duidelijke regels, gefocust op veiligheid. En dat je erin lekker in kan uitleven. Dus dat gaan die kinderen vanmiddag ervaren, denk ik. Wat zijn nou een beetje de spelregels, simpel uitgelegd? De bal niet naar voren gooien, maar alleen opzij. Alleen degene tackelen die de bal heeft. En niet tackelen met je voeten, maar met je armen. De bal op de grond drukken achter de achterlijn van de tegenstander. En dan krijg je 5 punten. En wie de meeste punten maakt, heeft gewonnen. Uit hoeveel sporters bestaat een team? Bij de volwassenen 15 tegen 15 en de oudere jeugd. Maar je kan hier al beginnen als je klein bent en dan speel je 7 tegen 7. En is er dan ook nog een kwestie van wisselen mogelijk? Ja, je kan wisselen. Nou gaat er vanmiddag voor het eerst getraind worden met kinderen die daar niet aan gewend zijn. Wat is dan het eerste wat je kinderen aanleert? De bal vangen. En niet laten vallen op de grond. Want die bal is natuurlijk niet rond. Nee, dat is best lastig. En daar merk je dus dat mensen daar ook best wel even aan moeten wennen. Maar dat went zo. Dat is prima gelukt. Heb je de indruk dat er in Nederland veel aandacht aan rugby besteed wordt? Ja, steeds meer. Steeds meer. Er zijn nu al 2 keer achter elkaar wereldkampioenschappen op televisie uitgezonden. En je merkt dat het Nederlands team het ook beter doet. Die zijn nu gepromoveerd afgelopen jaar. Dus die komen nu in de Europese tweede divisie zeg maar terecht. Hè. Dus niet bij de grote landen als Engeland, maar wel tegen Portugal en Georgië en dat soort dingen. En beter dan Duitsland en België, dus dat doet het altijd goed. Wat hebben we voor verenigingen in Nederland, voor rugby? Ja, heel veel hele grote en hele traditionele verenigingen die al 100 jaar bestaan. Noem eens wat namen. Hilversum, Diok Leiden, Haagse rugbyclub, dat soort dingen. Delftse Studenten Autoclub van Nederland. Die komen toevallig vanavond hier op Hermes trainen omdat hun eigen veld nog niet klaar is. Een van de jongste clubs van Nederland is Hermes DVS. Althans qua rugby. Hè? Ja. Nou, denkt men vaak volop blessures, kneuzing, gebroken benen, armen, noem maar op. Hoe erg is het echt? Nou ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Want je ziet meestal wel aankomen dat je tegen iemand aan gaat botsen. Of dat iemand je wil tacken. Je wordt niet van achteren geschopt of dat soort dingen. Dus dat valt wel mee. Ik zou echt niet ontkennen dat ik ook vroeger zelf wel eens een blauw oog heb gehad. Of een schraaf of een buts of dat soort dingen. Maar ja, het kan met alles. Wat is nou belangrijker bij rugby? Kracht of snelheid? Allebei. Ja, dat antwoord heb je natuurlijk helemaal niks aan. Maar vroeger was het de grote jongens voorin en de kleine jongetjes die snel zijn aan de zijkant. Toen is op een gegeven moment Nieuw-Zeeland in de jaren 90 met een kerel van 110 kilo die de 100 meter in 12 seconden liep. Jonah Lomu op de wing. En toen is het hele spelletje veranderd en nu staan ook in de lijn staan ook enorme beulen van kerels. Dus ja, het is van alles. Nou heb je bijvoorbeeld bij honkbal legendarische namen. Joe DiMaggio, noem maar op. Wat is een legendarische rugbier? Ja, bijvoorbeeld Jonah Lomu. Hè, die van de Maoris, van de All Blacks was. De captain van Zuid-Afrika, die het eerste wereldkampioenschap had toen Mandela president was. Hè, François Pienaar. Ja, je hebt legio, hele goede Franse spelers, hele goede Engelse spelers. Johnny Wilkinson, die van alle kanten op het veld de bal tussen de palen kon doorschoppen, ook vanaf zijn eigen helft. Ja, fantastische spelers heb je. Ten slotte, kinderen die niet willen voetballen, handballen, noem maar op. Voor welke kinderen is rugby nou echt uitermate geschikt? Nou, het grappige is dat soms bij schoolsport en zo de wat stevigere jongetjes vaak met partijtjes kiezen als laatste gekozen werden. Die worden bij rugby als eerste gekozen.